We zijn in de Voorstraat in Voorschoten, de paardenmarkt 2018. Want die gaat dit jaar wel door. Gisteren de korte baandraverijen vanwege de hittegolf afgelast. Maar ja, het weer is natuurlijk helemaal omgeslagen. Onweer was voorspeld, dat is uitgebleven. Een enkele druppel regen valt er wel. Maar vanaf vanmorgen 6 uur worden hier de paarden aangevoerd. Vanmiddag allerlei andere activiteiten. Kermis, vanavond een heel uitgebreid muziekprogramma. Kortom, het hele weekend van alles te doen hier in Voorschoten. Al 38 jaar kom ik hier en ik ben hier geboren en getogen. En ja, dit is gewoon geweldig. Dat je het mee moet maken, dat geloof ik wel. Maar moet je het ook per se zo vroeg meemaken? Ja, om de sfeer te proeven met deze paarden allemaal die aankomen. Met de handelaren, met oud-Voorschotenaren. Met de Voorschotenaren die hier wonen. Later in de wekker? 5 uur. Mooie tijd toch? U bent onder andere wethouder dierenwelzijn. Is dat dan ook de reden dat u dacht van nou, dan ga ik echt om 6 uur er naartoe? Ja, het is leuk. Dat staat bovenaan. Maar ook, dan hoor je er ook wel even bij te zijn, vind ik zelf. Gezondheid van het paard is denk ik het belangrijkste. Dat er gezonde paarden aangevoerd worden. Vooral is de laatste tijd discussie over paardenmarkten. Dus we moeten extra alert zijn op calamiteiten. Dat paarden toch gezond aangevoerd worden. Komt u wel eens paarden tegen die niet in orde zijn, die u moet weigeren? In de afgelopen 43 jaar misschien 3 of 4 paarden. Wat is jouw taak hier vandaag? Marktmeester, wat het paardenmarktgedeelte betreft, incijfer de paarden. Ik zag jij net ook afrekenen met de handelaren. Wat doe je dan? Ze moeten marktgeld betalen, de paarden. En via het comité krijgen ze een premie uitbetaald, maar wij moeten het marktgeld innen. En wat voor bedragen hebben we het dan? Dat wil je niet weten, dat is nog nostalgie. Dat is hetzelfde als 40 jaar geleden, gewoon 2 kwartjes. 2 kwartjes om het aan te voeren en de premie is ook een tientje of zo, hè? De premie voor een pony is dat 10 euro en voor een paard is 17,50. En loopt er ook iemand rond met een verfkwast? Ja, dat is degene die merkt ze dat ze niet illegaal de markt opkomen. Kunnen ze dubbele premie in en dat is niet de bedoeling. Jij zit hier niet alleen maar omdat je het leuk vindt om naar de paarden te kijken. Je zoekt ook echt een paard. Ik ben inderdaad op zoek naar een paard. Mijn eigen beestje is in februari ingeslapen. Dus het is weer tijd voor een nieuwe. Een lege box is ook maar een lege box, hè? Er is al van alles langsgekomen, maar hij of zij zat er nog niet bij, hè? Nee, maar het moet ook een beetje een beestje zijn wat aanspreekt. Kijk, we zien nu vooral veel kleine ponies voorbij komen. Ja, dat is nou niet waar ik op kan gaan rijden. De paardenmarkt is weer geopend. Zeker, het is weer gelukt. Het kruis staat op zijn plek. En er is weer vrijmarkt mogelijk en dus handel. Het was nog even spannend of het allemaal door kon gaan. Gisteren de korte baandraverij ging niet, het was te heet. Ja, het was te warm. Het was bij mij op een temperatuurmeter 38 graden op een gegeven moment. Dus ik denk dat we een heel wijs besluit hebben genomen en op tijd. En het was onverantwoord geweest om dat door te laten gaan. Maar vandaag waren de voorspellingen goed. En natuurlijk hebben we die uiteraard heel goed in de gaten gehouden. En is het nog steeds opletten voor een eventuele onweersbui die er ook nog voorspeld wordt. Maar we houden het heel goed in de gaten. Ik heb op het moment 2 trekpaarden meegebracht. En we hebben nog een vrachtwagen uit Brabant. Hebben we nog een vrachtwagen trekpaarden hier naartoe gebracht. En met deze 2, met Charlotte en Irma, dan gaan we straks gaan we daar een soort demonstratie mee geven met een vliegend tapijt. En met de handel hebben we dan nog andere paarden hier langs staan. En die moeten we proberen hier op de markt te verkopen. We hopen met een lege wagen naar huis erheen te gaan. Dus. Hoeveelste keer was dit nou ook alweer? 736. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Heel erg lang. En eigenlijk is het veel langer, want we begonnen al rond 1000 na Christus. Hoeveel paarden zijn er aangevoerd, weet u dat? Op dit moment, ik dacht rond de 145. Zo'n beetje hetzelfde als vorig jaar. En spectaculair, waar we net even hebben staan kijken bij de hoefsmid. Ja, fantastisch. Ik moet ieder jaar toch wel uitleggen dat het paard daar echt totaal geen pijn van heeft. Maar het is gewoon nodig dat die paarden ijzers onder zich hebben, want anders lopen ze de hele nagel eraf. Er is dit jaar veel aandacht, ook naar aanleiding denk ik van de consternatie een beetje vorig jaar voor dierenwelzijn. Hè? Dat is iets wat ons aan het hart gaat, maar dat niet alleen. We letten er ook op omdat we dat ook willen. Er is genoeg voedsel aanwezig, er is water aanwezig, het wordt gecontroleerd door de Voedsel- en Warenautoriteit. De politie controleert, de veearts controleert. En er kunnen natuurlijk altijd momenten zijn waarop je zegt het kan nog beter. En daar houden we dan ons voor aanbevolen. We houden ons volledig aan de reglementen die er zijn. We staan hier onder de bomen. Het is koel. En het is natuurlijk wel een vorm ook van folklore. En een beetje handel, maar er is niks mis mee. Ik bedoel, het gaat erom dat mensen kunnen zien wat een paard doet. Want anders krijg je een soort vervreemding dat de mensen niet meer weten
hoe dat tegenwoordig met de beesten gaat.